Wel, zoals ik al zei, ik ging hier naar school, dus ik zag wel altijd die standbeelden, zowel van Leopold als van de Witte Neger. Dus ik vond dat altijd wel een raar gevoel om daar naar te kijken. Maar het is pas sinds een paar weken dat ik echt de benaming weet, dus dat het Witte Neger noemt. En dan vind ik dat nog een beetje meer akelig eigenlijk om echt de benaming daarvan te weten. Ik heb me altijd afgevraagd van wat is dat, waarom staat dat hier, wat wil dat zeggen? Maar ik heb ook nooit echt meer opgezocht daarover, want ik was nog jong, ik was daar niet echt mee bezig. Growing up here, because all those houses weren't there, they were just fields. In het Engels gemoeken? En het antwoord dat ik kreeg was: meneer Baranyanka, in die tijd waren er geen zwarte in Europa. Maar ze waren wel gelaarsde katten of wat? Ja. En dat was. En dat was constant, dat je zo pikken naar hier, steken naar daar. Ja. Ik heb ook nog een pot zout over mijn haar gekregen. Ja. Van een of andere van die broeders. Van de broeders? Ja, daar heb ik heel vieze dingen meegemaakt, geen toffe dingen. Er is een duidelijke stroming in onze samenleving die toch zeer sterk met de vinger wijst naar de allochtone mensen, op alle vlakken eigenlijk. En ik denk ook die veruitwindiging van dat kolonialisme ligt misschien wel aan de basis daarvan. Maar het is toch vooral tot uiting gekomen wanneer dat de eerste gastarbeiders hier waren, was er volgens mij geen probleem. Maar later, wanneer er meer zijn bijgekomen en het Vlaams Belang ook zijn opgang maakte, stelde ik toch vast dat dit in een stroomversnelling is geraakt. Want we kunnen. Ik denk wel dat binnen dit en 10 jaar van ons meer wordt verwacht dat wij duidelijk gaan leggen op de gevolgen van kolonisatie voor onze maatschappij vandaag de dag. Dat kolonialisme en racisme niet los van elkaar te trekken zijn. Daarnet had ik het over Leopold II en het onvolledige verhaal rond zijn persoon. Wat er vandaag ook zeker ontbreekt, is de denkoefening. Is ons hedendaags racisme niet het gevolg van koloniale denkbeelden? Want hoe ga je? Kolonisatie werkt eigenlijk enkel en uitsluitend dankzij racisme. Hoe kan je een ander volk gaan uitbuiten als je niet van overtuigd bent dat zij tweederangs mensen zijn?